Enkele maanden geleden, dat was begin oktober vorig jaar, bestond de KLM 60 jaar. En over enkele maanden, op 17 mei, viert Schiphol hetzelfde jubileum. Tussen die twee data vanavond een film van ruim 1 uur over die KLM en over dat Schiphol. Voor veel mensen betekenen vliegen en vliegvelden zoiets als avontuur, heroïek, supertechniek en glamour. Zo schreef iemand onlangs nog: naar een stewardess wordt altijd nog anders gekeken dan naar een buffetmevrouw in een stationsrestauratie. In onze film van vanavond beperken we ons tot de vliegtuigpassagier. Hoe wordt die nou behandeld na 60 jaar Nederlandse luchtvaart? In Engeland is daar overigens onlangs een onderzoek naar ingesteld en dat leverde de volgende krantenkoppen op. Lot van vliegtuigpassagier is akelig. En 60 jaar vliegen, maar is het nou leuk? Wat maakt de luchtreiziger van vandaag mee en wat weet hij niet wat hij overigens best zou willen weten? Dat ziet u nu in een film van Ton Schuurmans en cameraman Wil Rutte. Het is een reportage die niet meer pretendeert te zijn dan een impressie na 60 jaar Schiphol en na 60 jaar KLM. Lufthansa? Ja, dat is toch zo. We gaan naar het Salzburg. Nee, hoe kan u hierin checken? Ja, dat zei je dan. Ik dacht, jullie denken van de suffertjes zijn dat. Nee, gaat u daar maar naartoe. Ja, maar ja. Ik moest even, want ik was wel vooraan gevraagd. Ja. Nee, je weet, het staat overal KLM op en dit is de Lufthansa, maar ik zie nergens de Lufthansa. Oh, daar staat het. We praten met Austria, Airlines. U zegt, het is handeling KLM. Gaat u daar naartoe? Nee, dank u wel. Dames? Dat is ertussen. Ja, dat staat eronder. Ja. Ja, maar het is van het rare weer, hè? Je moet het warm bij je hebben en hè? Hoe is het weer daar? Is dat al geen probleem? Weet het niet. We zullen maar rustig af laten doen. Waarschijnlijk beter als iedereen. Hopen wij. Het is de tijd voor 14:15, uitgang 2:24. Dank u wel. 14:15, ja, dank u. Ja. Hou jij dat allemaal even bij je? Ik zal het ding even hier neerzetten. Nou, dat is het. Als er hier zo'n rutinaire is, vlucht e-mail 7 naar de nummering. Wordt niet gezond zicht gegeven naar uitgang D21. Als er dienst voor rutinaire is, vlucht schoolroom 7 naar de nummering. Waar u als geweest cruiseert op D21. Nou, hier stappen naar het ziekenhuis. Maar dat niet voor een ticket nodig daar. Ja, tuurlijk. Maar dan zie ik dat andere ding. Oh ja, dat zal er ook niet zitten. Nee. Achterin. Dus dat kan ik nou wel opbergen. Ik weet het niet, maar ze zullen het dan niet nodig hebben. Dan houd ik een beetje bij elkaar met papieren open. Ja. Ik heb het ook wat goed meer beschikken. Attentie, als u heeft die passagiers voor L.A. de W.O. en M.S.P. 3.8 naar Kerkin, wordt voor zo'n 10 uur van passagiers voor L.A. de W.O. en M.S.P. 3.8 to Tel Aviv, are requesting to proceed to gate P.13.P. Ja, ben je ook niet maar dat ze zei zo'n man waar was wat, het? Want, ja, je wordt zo plat. Zij beweken in de Oostenrijk. Oh ja.
An Bord der Postkarte die 31, bitte. Passagiers voor Erlingen vlucht 605 naar Berlin en Schellen, aanboord via uitgang B25. Gaat dus voor Erlingen flight 605 to Dublin en Schellen, aanboord please at gate B25. Maar ik geloof dat ik al die pieren al gehad heb hier zo. De dames hebben B24 dan toch gevonden. Ze zijn vliegtuigpassagier geworden. Net als die andere miljoenen die jaarlijks van Schiphol vertrekken of aankomen. Anoniem. Alleen de computer kent ze bij naam en toenaam. Een Boeing 747 is een vliegend dorp. De bemanning alleen al telt 22 koppen. Een leger gastarbeider staat klaar om het toestel schoon te maken. KLM flight 127 to London. On board please at gate C38. Passengers for Canadian Pacific Air flight 381 to Edmonton and Vancouver. On board please at gate D51. Passengers for KLM flight 327 to Paris. On board please at gate A17. Les passagers pour KLM vol 327 à destination de Paris. Embarquement porte numéro A17 s'il vous plaît. Inlichting Schiphol. Die wordt verwacht om 5:10. Ja, maar wel eens morgens nog even bellen hoor, of die op tijd is. Uit Kinshasa? Een momentje graag. Ja. Tot de dienst. Dag, mevrouw. Veel mensen denken dat Schiphol van de KLM is, of andersom. Het zijn in werkelijkheid twee afzonderlijke organisaties die in elkaars directiekamers niets te vertellen hebben. Men zou het kunnen vergelijken met de NV Stadion Feyenoord en de Sportclub Feyenoord. In de praktijk is de KLM een klant van de luchthaven. Het Tor Airborne 1 is vrij van 523 en die baan heeft u bij deze erbij. Dit is de auto van de inspecteur operationele diensten van Schiphol, beter bekend als de Airport 1. In zekere zin is hij de baas op de luchthaven, belast met het toezicht op de veiligheid van het luchtvaartterrein. De hele gaat trappen de 523 voorbij. Dat is correct, Hans, bedankt. Op Schiphol proberen we een proces aan de gang te houden. Een proces van het aan- en afvliegen van vliegtuigen en een proces van het aan- en afvoeren van passagiers. En mijn taak is om dat proces op gang te houden. Wat we nu gedaan hebben is het inspecteren van een baan die vannacht buiten gebruik is geweest.
En als die baan in orde is bevonden, geen onrechtmatigheden op die baan bevinden, dan wordt die ter beschikking gesteld van de verkeersleiding. Het vliegen heeft de mens van de vogel afgekeken. Nu kan diezelfde vogel fataal zijn voor een straalmotor en daardoor een gevaar betekenen voor de vliegveiligheid. Regelmatig worden ze daarom met lichtkogels die een harde knal veroorzaken verjacht. Het schoonhouden van de start- en taxibanen gebeurt met groot materieel. Maar ook het kleine werk moet worden gedaan. Deze jongen doet de hele dag niets anders dan met een schepje kauwgom van de vloer in de aankomsthal krabben. Bidden kan men ook op Schiphol. Er is een luchthaven dominee en een almoezenier die elke zondag een mis opdraagt. Mysterium Fili, Morten Tunum und Servitor, den Dominus Rechel und die Territorium Fehlers. De passagiers is eigenlijk de moeilijkste groep, omdat ja, het is een groep die heel moeilijk grijpbaar is. En wanneer er een beroep op je gedaan wordt, uitgezonderd dan bijvoorbeeld een mis, zoals hier elke zondag is, dan is het meestal omdat er moeilijkheden zijn. En die moeilijkheden die variëren van ja, iemand die in gewetensnood kan zijn, tot een sterrengeval dat hier op Schiphol ook nog voorkomt. Daar merken de mensen niks van. Nee, dat is juist die gestroomlijnde glamour-maatschappij die Schiphol eigenlijk nog voor de meeste mensen is. De verkeerstoren. In films vaak voorgesteld als het technische hart van de vliegerij waar de romantiek hoogtij viert. In werkelijkheid een kille elektronische bedoeling. Computers, radiosignalen en radar-echo's. Twee menselijke dingen zijn nog overgebleven. De stem van de verkeersleider en het oor van de vlieger. Hey, heb je nog een take off 24 op korte tijd? Nou, kom ik hier met de 3-1 toe, Jack. 06. 7 aan de 1 behind de Scandinavian. Papa, 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 zorg je, want we gaan wat vrienden aan. Ik kom een schilder broodje, want we handen gaan toe. We are 477, Great Edinburgh, Burgundy Departure, Sprook Alpha 0450. Elke morgen komt de afdeling vluchtregeling van de KLM bij elkaar om alle bijzonderheden van de luchtvloot te bespreken. Er wordt voortdurend contact gehouden met de 280 vestigingen in 85 landen. Alle afwijkingen van het dienstrooster, technische mankementen, stakingen,
politieke situaties, slechte weersomstandigheden zoals mist, vertragingen, maar ook een zieke stewardess. De afdeling vluchtregeling krijgt het door en treft maatregelen. De Fiasa 709 voor de 136C, die staat op het ogenblik 3,5 uur achter in verband dus met een motorverwisseling. En dus de boutencontrole, en die zal daartoe Frankfurt overvliegen. De DCT, dat zijn de DC-850, daar moest ongepland motor 2 van verwisseld worden vanmorgen. De bemanningssamenstelling op die lange 8, die is hetzelfde als op de korte 8. Dat is gebeurd na overleg met de purser en de gezagvoerder. De vluchtregeling kan op elk gewenst moment van de dag contact opnemen met de gezagvoerder van een KLM-vliegtuig, waar het toestel zich ook bevindt. 779, vluchtregeling Amsterdam. U zakt weg op de 8952. Zou u willen proberen op 13356 over? That might be helpful. 793 in the meantime. Goede vlucht voortgang en wat ons betreft over en uit. Thank you very much. Resetting the system for the time being. 793, Captain van der Mark, u bent geïnteresseerd te weten over de bemanningsomloop naar aanleiding van het feit dat er dus weer op Robertsfield gevlogen kan worden. Is dat goed begrepen aan deze kant, over? Op dit bord kan de vluchtregeling in één oogopslag zien waar ter wereld de luchtvloot van de KLM vliegt of op de grond staat. Door middel van computers worden de aankomst- en vertrektijden van de vliegtuigen centraal op Schiphol geregistreerd en vervolgens doorgegeven aan de aankomst- en vertrekhal. De laatste oproep voor KLM. Boeing 747 vlucht naar Melbourne. De eerste stop op deze vlucht zal Zurich zijn. Vliegtijd naar Zurich ongeveer 1 uur en 10 minuten. U wordt binnen verzocht de riemen vast te maken, de rugleuning van uw stoel recht op te zetten. En wacht u nog even met roken tot na de start, tenminste als u in het rokersgedeelte zit. Dames en heren, u kunt nu direct bij de stewardess ook luisterapparaatje sturen, zodat u alvast naar stereofonische muziek kunt luisteren. U vindt het programma achter in het tijdschrift Home of Heralds. We laten u een film zien over het traject tussen Dubai en Colombo. De film zal zijn Superman. Ik lees hem nog even voor. Ja. Hij zei een leek. Of zei die lek? Lek, dacht ik. Ground KLM 845, would you confirm it was a lek departure or a lake departure? We copied lek, KLM 2,5 mijl op de nummer 2. Ja. Linkerbocht intercepten wat erop staat. Right. 6011. Okay. Eind van gezag. Vliegen is massavervoer. De verschillende maatschappijen voeren een moordende concurrentie. In de luchtvaartwereld betekent ruimte geld. Tarieven worden daarom mede bepaald door de grootte van de stoel, de ruimte tussen de stoelen, de ruimte in de gangpaden, de kwaliteit van het eten, de verzorging enzovoorts. In de eerste klas bij de KLM, de zogenaamde Royal Class, zit men heel wat geriefelijker, maar men betaalt er dan ook anderhalf keer zoveel. Het prijsverschil tussen een ticket eerste en tweede klas op de route Amsterdam-Melbourne bedraagt ongeveer 4000 gulden. Men zit veel beter. In de eerste klas hebben twee passagiers evenveel ruimte als drie passagiers in de tweede klas. In de eerste klas ligt het accent op de verzorging van de passagiers.
Men kan wedijveren met een 5-sterren restaurant en alles is gratis. Het verschil met de tweede klas is dat bijna alles, net als in een restaurant, ter plaatse wordt bereid. Een compleet diner van 5 gangen is geen enkel probleem. In die eerste klas vliegt men op de manier waarop de tweede klas vaak in advertenties wordt aangeprezen. Broccoli, sir. Would you like some sauce with your steak? With nice Madeira sauce? Yes. Thank you. Yes, sir. Enjoy your meal. Do you care for another glass of wine? Yeah. I believe you had Pouillac, Bordeaux. In de tweede klas, ook wel toeristen of economy class genoemd, worden alleen diepvriesmaaltijden geserveerd. Er zijn 2 keuzemogelijkheden. Voor sterke drank moet worden betaald. Kalfsvlees krijgen. En een flesje worden wij. Ja. Dankjewel. Kijkt u eens alstublieft. U heeft me nu afrekenen. Hoeveel kost het? Kost 2,50. Precies. Dank u. Eten aan boord is een belangrijk wapen in de concurrentiestrijd met andere maatschappijen. Vandaar dat de maatschappijen onderling hebben afgesproken zich aan bepaalde regels te houden. Zo is er bijvoorbeeld bepaald dat tweede klaspassagiers hun sterke drank moeten betalen. Nog niet zo lang geleden mocht een stukje vlees niet zwaarder zijn dan een bepaald gewicht. Voor de maaltijden aan boord is de afdeling catering van de KLM verantwoordelijk. Catering verzorgt per jaar ruim 6 miljoen maaltijden. Het bedrijf is gevestigd in een gebouw met 3 verdiepingen en beschikt over een immense productiehal. In de zomermaanden heeft de catering ongeveer 700 medewerkers, onder wie 30 chef-koks. De menus worden 2 keer per jaar veranderd om te voorkomen dat een regelmatige passagier steeds hetzelfde menu krijgt voorgeschoteld. In het hoogseizoen zijn 24.000 maaltijden per dag een normaal gemiddelde. De maaltijden worden in containers vanuit deze transporthal naar de verschillende toestellen gebracht. Het gaat allemaal om gigantische aantallen. Zo'n 3 miljoen luxe broodjes per jaar.
10.000 kilogram kalkoen, 90 kilogram kip en kipartikelen. 675.000 biefstukken. 50.000 kilo boter. 80.000 kilo kaas. En aan het tellen van de ballen gehakt is maar nooit iemand begonnen. 850.000 eieren. Anderhalf miljoen toosjes. Vijftienduizend kilo rijst. 135.000 kroppen sla. Er is ook een speciale kosjere keuken waar de sla onder een vergrootglas op luis wordt onderzocht. Het is dus streng verboden voor mensen die kosher eten om wormen of andere levende dieren te eten. En dus moeten we de sla heel erg goed nakijken of daar niet ook luizen of andere ongedierte in zit. De andere KLM-gasten hebben niet zo'n speciale banden, dus die eten wel een sla met luis. Dat zit er dik in, ja. Het aantal maaltijden wordt niet aan het toeval overgelaten. Door de computer krijgen wij te horen, ongeveer 24 uur van tevoren, hoeveel mensen met ons gaan vliegen. Wij bevoorraden dan ook zoveel maaltijden, 10% minder. En wij hebben op het platform een parlevinker. En zo gauw ze precies weten van de passage hoeveel passagiers wij aan boord hebben. En we zouden nog moeten aanvullen. Dan gaat de parlevinker aan boord. De meneer met de parlevinker gaat naar die machine toe en bevoortaan op het laatste moment het juiste aantal maaltijden. En als we dus 320 passagiers aan boord hebben, hebben we ook 320 maaltijden bij ons. Niks meer en niks minder. Voor de eerste klaspassagiers zijn gerenommeerde banketbakkers, chef-koks en pâtisseurs aangetrokken. In hetzelfde gebouw wordt het eten dat terugkomt, en dat is heel wat, weggegooid. Maaltijden die retour komen is inderdaad moeilijk, want die zijn al aan boord geweest, soms al uit verre landen. En dat is dan niet meer voor consumptie geschikt, dus moeten we dat weggooien. Dan zou je zeggen, kunt u dat niet gebruiken voor veevoeder of dergelijke? Maar dat mag van de veterinaire dienst ook niet, omdat ze bang zijn dat via het KLM-voedsel Monteclauzeer onze veestapel zal aantasten. Lange afstanden vliegen is een uiterst vermoeiende bezigheid. De droogte, de grote hoogte waarop men vliegt en de tijdverschillen zijn de voornaamste oorzaken voor die vermoeidheid.
en een vliegtuigstoel in de tweede klas is niet bij uitstek de plaats om een verkwikkend dutje te doen. Wie op meer stoelen tegelijk kan liggen, heeft geluk. Als daar geen ruimte voor is, wordt het al heel wat moeilijker om een beetje te slapen. Vliegen is zo vermoeiend dat een bemanning maar een beperkt aantal uren achtereen mag vliegen. Op een vlucht zoals deze, van Amsterdam naar Melbourne, wordt 3 keer van bemanning gewisseld. In totaal zo'n 60 man. Your plan. Would you tell the assistant purser everything which I marked was these are the disembarked passengers from Dubai. Right. So then you'll be sure the seats are free. Right, thank you very much. Okay. Yes. Okay. Ik weet het niet waar die zin voor is. Groep voor Dubai, uitstappen. We gaan eruit. We worden afgelost. Voor je salaris, hè? Als je 2,5 jaar eerste stand-by bent en dan eindelijk eens een keer gevast wordt. Veel plezier. Maar goed, we verdienen dan toch 1200 gul. Elke gezagvoerder wordt door zijn voorganger bijgepraat over de technische toestand van het vliegtuig. Verschillende dingen, autotrottel, nummer 3. Powerlift 3 doet niet mee, autopilot C die gaf af en toe wat problemen. En deze vlucht zover niets. Nog hete motoren? Niet, het is abnormaal heet, nee. Okay. Preliminary crew even. Completed here. Same crew. Oké, okay. Pre-flight checks. Completed the window heat. On the toe heat. The toes only. The cell and the ice. Off. Seatbelt no smoking. On. Auto brake selector. Hebben we niet. Navigation lights. Spoiler lever. Piloten en boordwerktuigkundigen krijgen eenmaal per jaar een herhalingscursus op een linktrainer. Dat is een nagebootste cockpit. Alle calamiteiten die zich onderweg kunnen voordoen worden gesimuleerd. Zoals een brand in een van de motoren of het wegvallen van de druk in de cabine. Alle instructies en de wijze van reageren door de piloten worden op een computer geregistreerd. Een piloot die ernstige fouten maakt, loopt de kans van zijn gezagvoerderschap te worden ontheven. Okay, emergency descent.
Schiphol fungeert ook als grens voor passagiers die naar het buitenland gaan. En dat zijn de meesten. De marechaussee maakt bij de pascontrole gebruik van een computer die nagaat of iemand door de justitie wordt gezocht, maar ook of iemand bijvoorbeeld zijn bekeuring niet op tijd heeft betaald. Men kan die dan alsnog even betalen. Sinds het kapen van vliegtuigen zijn veiligheidsmaatregelen gewoon geworden. Particuliere bewakingsdiensten controleren voor miljoenen guldens per jaar even zoveel passagiers. Alle handbagage wordt met röntgenstralen op wapens en andere verboden zaken onderzocht. Inside your terrace. Daarna volgt een lijfelijk onderzoek. En dit werd de afgelopen maanden allemaal aangetroffen. Men kan het zo gek niet verzinnen of het werd uit een koffer, een handtas of een broekzak gehaald. Met deze stok op reis om je stier beslag? Nou, dat is een zogenaamd verborgen handwapen. Als u ziet, het is natuurlijk tijdens het wandelen valt het niet op, maar het wordt. Men loopt ermee als een normale wandelstok. En als men rottigheid wil, dan kan het eruit gehaald worden en je kan het als steekwapen gebruiken. En dit hele kleine pistooltje of revolvertje, wat is het? Dat is nog niet gevaarlijk? Nou, het is ogenschijnlijk is het een gewoon stukje speelgoed, maar je ziet het is erg klein. En er zijn van dit soort revolvertjes in de handel waarbij je patroontjes erin gedaan kunnen worden die op 4 meter afstand dodelijk zijn. Zijn de gewone veiligheidsmaatregelen al behoorlijk scherp? De passagier die naar Israël vliegt krijgt te maken met de letterlijke betekenis van het spreekwoord. Wie de vrede wil, bereide zich ten oorlog. Ja? En dan eventjes kijken of de achterdeur op slot zit. En de voordeur dicht houden. Die kan niet helemaal dicht, en dan blijven jullie daar in ieder geval bij staan. Ja? Ja hoor. Gewoon de normale vragen stellen. Pak eens mee, dan weet ik alles. En nu de wijze door de zijdeur van de balkon. Oké? Oké. Oké. Een gedeelte van de vertrekhal wordt afgesloten door rijkspolitiemensen met kogelvrije vesten en een karabijn. Dit is een Israëlische veiligheidsagent die in contact staat met collega's elders op Schiphol. In een speciale zwaar bewaakte ruimte staat de bagage. Elke passagier moet persoonlijk zijn koffers die het vliegtuigruim ingaan aanwijzen. Dit om te voorkomen dat iemand met een tijdbom in zijn bagage incheckt en vervolgens de luchthaven verlaat. De bagage wordt minutieus onderzocht. Do you have any presents for someone, for friends in Israel? We? This is our. Yeah.
This is yours. You. Oh, and you packed it yourself. Yes, packed yes, yourself. Yes. Oh, okay. Yeah. Thank you. I'm sorry that we have to unpack everything. It's okay. It's for your own security, all right? Are the parcels you bought inside here? Things like that. Shirts. Or shirts. Yes, stuff like that. And also I'm going to see you. Thank you. I'm going to see you. Thank you. You know why we do this, huh? Yeah. This is a cold spring. Zou die even die andere koffer willen halen? Ja. Ja, dat stond over hier. Van mijzelf, van mevrouw en andersom. Ja, mevrouw heeft de neem. Please close it again and I'll put it on the conveyor. Is this big one also yours? Yes. I have to open it, how you understand? This what's in there? This is very difficult, but I can say exactly. Well, I need to look in it. Twee uur later komt de handbagage aan de beurt. En ook worden alle passagiers nog eens gefouilleerd. Dan gewoon normaal vier. Tenzij je twijfelt, dan kun je het pakken. Dan pakken we ze even gezellig. It's my jacket. Ja. Heb ik het goed gehoord al? Ja, is correct. Kunnen we misschien ook gelijk via die extra en dus dat op de gang doen? Wat doen we dan over? Alright, how are you? Dank u. Yes, please. Very happy. So nicely and patiently. Yes. Have a nice trip anyway. Bye bye. Yes. En toen bleek de vlucht ook nog eens 7 uur vertraagd te zijn. Bij elke tussenstop wordt het vliegtuig schoongemaakt. Dit is het vliegveld van Colombo. Stewardessen doen snel wat inkopen. Het is 8 uur later, Singapore. Nieuw voedsel. Een nieuwe bemanning. De gezagvoerders wisselen. De pursers overleggen. Thank you.
Nou, dat is een prachtig ding. Dit is een Neptunus. Een Neptunus. Je moet niet te veel meer wapperen. Hemd uit. Grote jongen. Zo. Hemd uit. Wauw. Wow. Broek uit. Nee, broek blijft aan. Ja, om de tijd te doden speelt een purser de rol van Neptunus, die drie stewardessen komt dopen, omdat ze voor de eerste keer de Evenaar passeren. Tomatensap, tomatensap. Dat is niks. Prima. Ja, dat is wel cute. Geef hem ook eens in een boer. Dat is wel mooi voor paarden. Geef hem eens een boer. Ja? Ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Geweldig dat je gekomen bent. Very nice, I've been waiting for this moment, sir. My three young maidens will be baptized in your ship on this flight. You're very welcome. Thank you. Thank you. These maidens are the gods from the sky and the winds, everything. Niet alle passagiers vinden dat even leuk. Nee. Dat is niet mijn beste. Ho. Niet hier. Sorry. Het is niet goed. Go on. Dames en heren, over niet al te lange tijd zullen we gaan landen op het vliegveld van Melbourne, Tullamarine. Plaatselijke tijd is 7 minuten over 8. Dit is dan bijna het einde van deze vlucht. Wij nemen nog afscheid van u en hopen dat u een aangename vlucht met ons heeft gehad. Wil u dan zo vriendelijk zijn? 5 graden links, 4 graden links, 8 op de neus. Zes graden links, 100 voet. Over. Kijk, die koop ik hier voor jou in Australië. Want daar zijn ze zo lekker mee op. We gaan picknicken in Australië, dus laat ik wat kristal meenemen. Want wijn, dat drink je wel uit glazen, uiteraard. Zo'n boomrot of zoiets, maar ze hebben ook weer een buidel, hoor. Het stukje van de buidelbeest. Ja, als je hier lang woont als vrouw, dan baar je ook een kind uit de buidel. Nee, is echt waar. Leuk. That way, please, to the right. To the right. Yes. Thank you. 28A is this way, please, to the rear. 39C, this way, please. Ja, dat gaan we nou de hele tijd.
Oh, ik heb mijn haar er ook af. Oh, heb jij ook mee? Ja, ja, net. In Mexico. Ik heb zelfs het kaartje uit mijn zakje gehaald. Ja, want het is een schandaal. Ze moet me al maanden bellen. Ja, dat vertel en dat ze. Gebeurt helemaal niet. Heb ik gezegd, hè? In Montreal, hè? Ja. Ik bel gewoon niet. Mensen die lang van huis zijn, zoals bijvoorbeeld, neem de stewardessen bijvoorbeeld, die zijn regelmatig van huis, verliezen daardoor het contact ook dikwijls met hun omgeving waarin ze wonen, hun vrienden. Ja, en dan komt op een gegeven moment, staat ook zo'n kind eigenlijk helemaal alleen. Hè? Hier begint het leven van elke stewardess bij de KLM, in het Centraal Kledingmagazijn. Het vak van stewardess blijft voor veel meisjes nog steeds een enig beroep. Voor het salaris hoeven ze het niet te doen. Een stewardess verdient gemiddeld 2000 gulden bruto per maand. Wat zijn het voor meisjes? Uit een onderzoek is gebleken dat ze als kind oppassend en braaf waren. 98% bijvoorbeeld is nog nooit van school gestuurd. Ze komen uit stabiele gezinnen. 94% is opgegroeid bij beide ouders. Ruim 41% heeft een opleiding in het buitenland gevolgd. En als het om sport gaat, 37% tennist. De maatschappij kennen ze voor 70% uit de Telegraaf en Elsevier. Volgens het onderzoek heeft niemand van de stewardessen ooit van het vrije volk gehoord. De nieuwe linie doet het aanzienlijk beter. 1% van de meisjes weet dat het blad bestaat. U loopt van Amsterdam naar New York. U loopt van Amsterdam naar Sydney. U loopt van Amsterdam naar Parijs. Ga dus niet bezuinigen op schoeisel. Neem absoluut goed schoeisel. Dat is erg belangrijk. U krijgt een uniform. Wat u nu moet doen is naar de balie gaan, uw kaart ophalen, waar uw naam en uw personeelsnummer op staat. Want vanaf dit moment werkt u alleen maar met nummers. Ik wens u er erg veel succes mee. Veel succes op de cursus. En een hele fijne tijd bij de KLM. En die knoop te lukken. Maar het staat u prima hoor. Ja, allemaal in het blauw. Allemaal hetzelfde pak, allemaal een ander gezicht. Met in gezondheid versleten, hè? Dat zeggen ze altijd bij een kledingzaak ook. Dus dat doen wij dan ook maar eventjes. Heel veel plezier. En een hele goede tijd. Drink, drink. In een nagebouwd toestel worden de meisjes opgeleid. Stewardess, kijk, ik heb een kip gekregen. Op mijn menu staat duidelijk dat ik een keuze mag hebben. Ik heb weer een kip voor me gekregen. Dit is de derde keer dat me dat gebeurt. En het begon al zo dat ik op een no-smoking seat kwam. Nou, iedereen zit te roken, dat ziet u aan alle kanten. Ik had achter in de cabine geplaatst willen worden. En daar klopt allemaal niets van. KLM is gewoon een vreselijke maatschappij. Ah, juffrouw, heel goed. Ik wou nog graag 2 dubbele whisky van u. Alsjeblieft. Zou u dat wel doen? Ja, maar natuurlijk. Ik voel me prima. Tring, tring. Stewardess? I'm trying to get to sleep and it's terribly noisy in that galley. Couldn't you please keep the noise down? I've had a long trip and I've got a long ways to go. Please keep the noise down. Couldn't you possibly do something about it? Well, I'll try to do something about it. What's noise does bothering you? Als er klachten komen, spring erop in. Durf het gewoon aan. Ring, ring. Ja? Stewardess, ik vind dat de service excellent is hier. En ik zou u graag iets willen geven. Alsjeblieft. Neem het alsjeblieft aan. Ja, maar dit is gewoon de service van de KLM. Hebben jullie het oplossen gehoord? Ja. Perfect, hè? Ja, straks in Athene, als wij daar landen, ga ik met u mee. En dan kunt u daar eventjes bellen. Oh, u bent een engel. Geweldig. Ja, eens zijn, wat je inleven in een situatie van een passagier is verdomd belangrijk. Een man alleen in Amsterdam, hè, dat is niks. Ik zou u eigenlijk willen vragen of u zin had om vanavond met me te gaan rijsttafelen. Sowieso, ik ben zeer gecharmeerd door uw aanbod. Ja. Ja, wat zou ik daarop antwoorden? Ik zou het eigenlijk niet weten. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik zo'n aanbod krijg. En nou, ik zou heel graag met u dineren vanavond, maar dat kan niet in uniform. Dat is Hebt u geen zin om vanavond met mij naar Cleolene te gaan? Ik vind het een vreselijk lief aanbod van u, maar het spijt me heel erg. Mijn man die staat te wachten op Schiphol en we gaan samen naar huis en vieren dat ik weer thuis ben. Uitvoerig worden de leerlingstewardessen voorbereid op een eventuele ramp. Please pull it back.
Jump and slide! Jump and slide! Run! Hurry, jump and slide! Run, jump and slide! Nou, in principe is rook natuurlijk levensgevaarlijk. De meeste mensen die komen om het leven door de rook. Maar je krijgt hier dus het idee dat ondanks dat zo'n machine met rook is, dat je een kans hebt om eruit te komen. Ondanks het feit dat de rook giftig is? Ja, ja. Wat doet u daar dan aan? Als het vrij snel gaat, je kunt er weinig aan doen. Dus laat ik zo stellen, na een noodlanding, als een motor in de brand staat en er komt rook in zo'n vliegtuig, is het enige wat je doen kunt, is zo snel mogelijk eruit. En dat is het trainen wat wij dus nu doen met de crews, om te zorgen dat de mensen zo snel mogelijk eruit komen. Uitgangen waar je rook kunt verwachten, hou je gesloten. Dus watermerk van deze oefening is en blijft snelheid? Ja, snelheid en een keiharde discipline. Het is gewoon een kwestie van leven en dood. Daar komt het op neer. Voor elke vlucht worden de veiligheidsvoorschriften onder leiding van de purser doorgenomen. In tijd van nood moet er snel en vooral doeltreffend worden opgetreden. Als we op een gegeven moment het commando van evacuate aircraft, hoe krijgen we het door op de Boeing? Via de belletjes of het pas? Via de belletjes, hè? Nee? Ja, de belletjes, ja. Zes belletjes. Nee, het alarmsignaal. En dat staat niet verder. Nee, doorlopen. Oh, evacuatiesignaal, hè? Oh ja. Je hoort het wel als de BWK aan het checken is voor de, dus voor de start, althans met zijn checklist, dan laat hij hem even gaan. Je hoort namelijk even die toon die je dus hoort. Zou dat niet werken, dan kan het via het signaal van no smoking, kan dat met zes keer gaan. Ja, dat je daar wel, waar gaan we staan, als we de mensen zo gauw mogelijk eruit moeten doen. U doet het masker dan op uw gezicht, zoals het cabine team het nu voordoet, aan het normaal. Opvallend is overigens dat veel passagiers niet opletten als aan boord de verschillende veiligheidsprocedures worden uitgelegd. Steek je hoofd door de handsopening, bevestig de banden aan de ring aan de onderzijde van het vest. Trek de banden aan, doe dit echter, niet te strak. Slip je uit. Dagelijks worden duizenden stuks bagage op Schiphol aangevoerd. De douane weet via de computer hoeveel vluchten er op welke tijd aankomen en waar vandaan. Passagiers voor rijden nummer 301 naar Warschau, Moskou. Aan boord via uitgang B31. Passengers voor via uitgang moeten voor Warschau, Moskou. Op een gegeven manier. Ik heb iets aan de douane. Waar kun je vandaan? Even kijken. Griekenland. Dit heeft u allemaal gekocht in Griekenland? Ja. Wat is de totale waarde daarvan? Nou, dat is 1600 gulden. 1600 gulden? Mag ik even in de koffer kijken, Willem? Jazeker. U reist alleen, meneer? Ja. En uw paspoort, alsjeblieft. Paspoort. Moet je alles maken? Nee, dat is goed.
Even wij. Oké, ga dan maar. De vliegtuigbemanningen hebben een eigen douane. Ik weet het. Martini. Een fles Geneve. Nee. Ik weet het. 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 Ik moet hem voor iemand meenemen. Ik heb nooit zoveel gezien. Ik kon ook wel erg gewoon uitgevoerd. Goed. Oké. Okay. Jouw inpakken. Ja, wij. Ja, geld. Centjes. Hè? We hebben niet centjes dan. Je moet er ook naar huis? Ja, heus. Nee. Allemaal oud. Allemaal oud. Dit heb u hier gekocht of heb u dat aangekocht? Ja, dat heb ik hier gekocht. Ja, maar van wat heb je er ook gekocht? Ja. Ga zo wat in. Ja, kom. U weet dat u toch veel te veel meegenomen hebt op die manier? Ik heb voorgerekend, kom jij daar. Maar u mag niet zoveel meenemen. Oh. Met de buren zitten, meneer. Top voor een jurk. Top voor een jurk. Wat heb je dit gekost? City 3 7 5 9 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